Mijn naam is Ingrid Tijnenburg. Ik ben directeur van Alblea Zorgcollege. En misschien jij heel kort. Oh ja, ik heb het proberen. Oh, je hebt het, okay. Ja, mijn naam is Rosalie Bloemstok. Ik ben tweedejaars student van de opleiding Social Work. Dus ik zal ook wat meer gaan vertellen over Alblea Next en over de studentenparticipatie. Ja, en dat was wel hoe actueel wil je het krijgen? Gisteren voorpagina Trouw publiceerde een artikel en een onderzoek wat ze zelf hadden gedaan over het mbo en hoe mbo-studenten zich gevoeld hebben in de afgelopen coronaperiode. En dat ze zich niet gezien voelden. Want als het in de persconferenties ging, dan ging het over hbo, dan ging het over wo, of het ging over het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs. En toen dacht ik, oh wat prachtig dat we hier vandaag staan, want we willen het mbo een stem geven, het mooie beroepsonderwijs. En het is niet zo dat het mbo er niet toe doet, het doet er toe. En we willen ook zichtbaar zijn, dus nou, dan beginnen we hier vandaag weer. Na zo'n artikel gisteren is dat alleen maar een aanmoediging. En we willen vertellen over hoe wij onze studentenmedezeggenschap hebben georganiseerd. En niet alleen de formele, waar Rosalie zo ook iets over zal vertellen, de studentenraad. Maar ook Alblea Next, een beweging die we intern hebben van en door studenten. Heel kort, even heel kort wat feiten over de Alblea. We zijn dus een ROC regionaal opleidingscentrum. En we hebben 19.000 studenten, verdeeld over zo'n 26 locaties in de stad, maar ook in de regio Rijnmond. We hebben 2200 medewerkers. Ik moet even spieken altijd hoeveel opleidingen. 120 mbo-opleidingen in 14 colleges. En tientallen vervolgscholen, en dat is in het kader van leven lang ontwikkelen. Maar vooral die scholen, en het zijn allemaal eigenlijk kleine schooltjes. Ik heb verschillende opleidingen, verschillende teams. Het zijn eigenlijk kleine schooltjes binnen een groot verband. Maar het laat niet onverlet dat we in Rotterdam echt heel veel studenten bij ons studeren. En het is mooi als daar, ik vond de noodkreet gisteren echt uit het hart gegrepen ook. De studentenraad, dat is bij ons echt naast de ondernemingsraad de belangrijkste vorm van medezeggenschap. Ze worden bij beleid betrokken, daar kan Rosalie zo nog iets over zeggen. En ik wilde heel kort even een filmpje laten zien, maar dan moet ik even switchen op de laptop. Ja, dat wel. Nou, dan als we nog tijd hebben aan het eind, maar het maakt helemaal niet uit. Wat in het filmpje vooral laten zien is eigenlijk de diversiteit aan studenten die wij hebben, die heel actief zijn in de studentenraad en die oproepen. Ze zijn ook actief. Een tijd geleden is Alblea daar nogal nieuws gekomen, omdat de voorzitter van het college van bestuur een duidelijke mening uitsprak over online onderwijs en het belang daarvan om die winsten mee te nemen na de coronatijd. Dat leidde tot Kamervragen, onder andere van Paul van Meenen van D66. Er was een motie in de Kamer. En het mooie was dat toen de studentenraad ook een ingezonden brief ingezonden in de Volkskrant. Om te laten zien van, joh, maar wacht eens even, wij vinden dit ook belangrijk. En ga daar nou niet een motie over indienen terwijl wij hier achter staan. Dus dat vond ik heel mooi als het gaat over de stem van studenten. Daarnaast hebben wij Alblea Next. We noemen ze ook wel de Nexters. Een groep impactmakers. En dat zijn studenten die, het is eigenlijk een beweging die door alle opleidingen heen gaat. Studenten die organiseren allerlei soorten workshops, allerlei soorten trainingen om te leren presenteren, te leren netwerken, maar ook om je gewoon meer uit te spreken. En daar hadden we ook een leuk filmpje van over hoe dat er dan uitziet als ze gaan naar locaties toe. En dan wordt de hele dag met een hele grote groep studenten wordt daar aan gewerkt. Het filmpje kunnen we niet, maar ik denk dat het veel leuker is om Rosalie als tweedejaarsstudent social work en actief bij beide, want je bent Nexter en je bent lid van de studentenraad, om haar het woord te geven. Want ik vind het veel mooier als zij het vertelt dan wanneer ik het vertel. Dus zal ik jou de vloer geven en dan ga ik even kijken hoe lang we nog hebben. Want dat heb ik helemaal niet opgelet. Maar ik kijk even naar Bianca. Dat gaat goed. Helemaal mooi. Ja, nogmaals, mijn naam is dus Rosalie Bloemstok. Ik ben lid van de studentenraad en van Alblea Next. Dus ik val dus ook onder Alblea Nexter. Waarom ik dit eigenlijk allemaal doe? Laat ik beginnen bij de studentenraad zelf. Sinds kort begonnen. Gevraagd om eigenlijk toch aan mee te doen 2 keer. De eerste keer heb ik het afgezegd omdat ik zelf natuurlijk heel erg druk bezig ben met mijn opleiding. Want ik zit momenteel in mijn tweede leerjaar. Dus je gaat richting je examenjaar. Maar toch vond ik het eigenlijk belangrijk en blijft mijn hart altijd liggen bij het onderwijs om toch die stap te gaan nemen om me aan te melden voor de studentenraad. We spreken dan ook met het college van bestuur, samen met onderwijsleiders. En we zijn eigenlijk gewoon het contactpersoon van de studenten van onze opleiding. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat de stemmen van de studenten worden gehoord en wordt besproken binnen het college van bestuur. En dat hier ook gewoon gehoor wordt aangegeven. Daarnaast ben ik natuurlijk ook Alblea Nexter. Wat wij heel veel doen zijn events, netwerk uitbreiden. Ook bepaalde dingen organiseren op verschillende locaties. Zo ben ik bijvoorbeeld live geweest op de radio van Funix.
Heb ik ook naast de koningin mogen zitten, ook meegepraat. Ook in gesprek geweest met Abu Talib, burgemeester van Rotterdam. Dus ik heb heel veel verschrikkelijke mooie dingen mogen meemaken. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je naast je studie jezelf ook mag ontwikkelen en herdekken. En eigenlijk doe ik heel veel dingen naast mijn studie. Maar je ziet gewoon dat ik steeds meer vooruit groei. En dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat, dat er aandacht wordt besteed onder het onderwijs. Dus vandaar doe ik heel veel dingen voor het onderwijs zelf. Ja. Als we nog tijd hebben, dan vind ik het wel leuk om je nog even te vragen hoe je Albeda Next. Wat betekent het nou om Nexter te zijn bij Albeda? Om Albeda Nexter te zijn is eigenlijk, ja, de naam zegt al, het is Next Albeda. Het is een volgende stap. En je doet gewoon extra dingen naast je opleiding. We zijn eigenlijk, hè, als we het lezen over mbo, we zijn maar een student, we leren en daar blijft het bij. Maar met Albeda Next, je doet events organiseren, je mag met bepaalde dingen meedoen. Bijvoorbeeld wat ik net al zei, hè, met de burgemeester van Rotterdam mogen spreken. Dat zie je niet in je eigen opleiding, maar dat krijg je alleen maar met Albeda Next. En het is ook gewoon om jezelf te ontwikkelen. Dus dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja, misschien wel leuk om als laatste te zeggen dat ze ook heel herkenbaar binnen de school zijn. Ze lopen altijd in die trots en van die blauw-witte de Nexus shirts. En dan is het echt zo'n hele beweging die door die school heen gaat. Dus dat is heel mooi. En ik ben heel blij dat jij zo actief bent. Want we hebben echt studenten als Rosalie ook nodig om echt die stem te laten horen van de student. Want uiteindelijk, nothing about us without us is een beetje ook wel wat jij net zei, niks zonder ons. Altijd meebeslissen, meepraten. Want jullie weten uiteindelijk hoe dat onderwijs eruit moet zien. Jullie weten ook wat je nodig hebt. Samen met het werkveld, samen met de docenten. Maar hartstikke goed. Dus dank jullie wel hiervoor.